Welkom bij de vierde aflevering van de Straatkunstprijs. Met in deze uitzending weer veel kunst en kunstjes, maar dan bekeken vanuit een bijzondere hoek, want we gaan inzoomen op guerrilla en street art. Ja, is dat ook kunst in de openbare ruimte? Er moet ook ruimte en aandacht voor zijn in de stad. Nou, we gaan praten met de directeur van Kunstcentrum MU en de directeur van KOP gaat me meenemen naar haar favoriete kunstwerk. En nomineren kan nog dit weekend, dus doe dat op straatkunstprijs.nl en stem dan op jouw favoriete straatkunst. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt en mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte, maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. We hebben de afgelopen weken gezien dat er veel buitenkunst is in Brabant. Meestal worden die kunstwerken in opdracht geplaatst. Maar sommige kunstenaars wachten niet op toestemming. Deze guerrilla-kunstenaars tonen hun werk ongevraagd aan het publiek. Guerrilla-art, dat zijn kunstuitingen die tijdelijk ergens opploppen, op het randje van toegestaan en niet toegestaan. Maar die wel een verrijking zijn voor die plek of die omgeving. Oh ja, dat vind ik wel leuk, ja. Vooral omdat het heel snel gaat en heel nieuw is. En het... voor mij fleurt het meestal de stad op. En dat vind ik leuk, ja. Word ik vrolijk van, ja. De meest bekende vorm van guerrilla art is graffiti. En of dat nou kunst is of niet, daar lopen de meningen in Brabant nogal over uiteen. Ik vind graffiti wel vrolijk. Ja, dat doet iets. En dan loop je er langs en dan doe je toch onbewust kijken. Kijk, zoals hier, daar vind ik dus driemaal niks. Wat hier aan de... En dan zeg je van ja, dit is bras, maar je hebt er hele mooie bij. Ik vind het wel mooi om het in tunnels te zien, zoals de Berkel. Ja, dat geeft weer een aparte sfeer in de tunnel. Naast graffiti zijn er talloze andere vormen van street art. Bijvoorbeeld dit mini-restaurantje dat uit de tegels omhoog lijkt te komen. Of de kunstenaar die in Eindhoven bruggen van namen voorziet. Dit kunstwerk is van Influenza. Hij heeft een project gedaan waarbij hij stickers heeft gemaakt van handjes. En dit zijn 2 handjes, maar hij heeft er enkele duizenden door de hele stad geplakt. En die heeft hij allemaal gefotografeerd en ze heel snel achter elkaar gemonteerd, waardoor die handjes als het ware door de stad gingen lopen. Op een heleboel plekken zitten de handjes nog en iedere keer als ik er één zie moet ik lachen. En het is allemaal helemaal niet groots en belangrijk, het is juist in de kleinschaligheid en in de speelsheid waarmee het benaderd wordt, dat je anders naar die omgeving laat kijken. Guerrilla art maakt meestal geen deel uit van de officiële collectie van een stad. Toch worden de makers ervan regelmatig opgemerkt door de gevestigde orde. Zoals deze ijsbeer of dit lichtkunstwerk. Beide werken werden illegaal geplaatst en daarna door de gemeente aangekocht. Het zal waarschijnlijk altijd een punt van discussie blijven of street art nou gedoogd of juist geweerd moet worden. Ja, daar moet je natuurlijk paal en perk aan stellen. Je kunt niet verwachten dat overal maar goed gevonden wordt. Ja, ik vind het soms wel heel mooi. Ik weet dat het niet mag. Ergens vind ik het juist ook wel weer een verrijking dat mensen gewoon neer kunnen zetten wat ze willen. Je moet dat niet doen om daar een enorme drol neer te leggen, bij wijze van spreken. Je moet dat doen met gevoel voor die plek en met gevoel voor esthetiek of met gevoel voor speelsheid. Wij denken altijd dat kunst voor de eeuwigheid moet zijn en street art is juist het tegenovergestelde, is juist heel tijdelijk. Soms is het zonde en op andere momenten blijf je
Als het lang genoeg zit, zeg maar, dan blijf je toch altijd die plek herinneren. Omdat het gewoon een mooi tijdelijk iets was en je hebt het meegemaakt. En zo is het ook met sommige kunstwerken. En die kunnen in je herinnering ook soms ook nog veel mooier worden dan ze in werkelijkheid waren. Dan is het helemaal een cadeautje. Nou, we verlaten nu Kop, waar je directeur van bent. Ja, klopt. Je hebt hier ook veel te maken met kunst. Wat heb je sowieso met kunst in de openbare ruimte? Ja, ik vind dat kunst in de openbare ruimte een stad meerwaarde kan geven. Ik ben zeker voor. En guerrilla street art? Ja, dat vind ik bijna misschien nog wel mooier. Juist omdat het meer verrassingen zijn die mensen spontaan kunnen tegenkomen. Nog meer verrast, ja. Ja. Maar we gaan nu naar jouw favoriete kunstwerk. En dat is dan toevallig geen guerrilla street art. Nee, precies. Maar een mooi verstopt kunstwerk. Een verstopt kunstwerk? Ik ben benieuwd. Yes, ik zie hem. Ja, daar is hij. En hij beweegt. Zie je hem bewegen? Ja, kijk. Oh ja. Ja, wow. Een soort windvanger. Jij rijdt dan daar met je autootje overheen. Ja. En, toen je hem voor het eerst zag? Ja, ik dacht, wat een raar ding is dat. Wat is dat? Ja. Ja, het is voor mij echt een herkenningspunt geworden. Als ik naar Kop toe rijd vanaf Rotterdam, daar woon ik. En ik werk bij Kop in Breda. Dus dan heb ik net de afslag van de snelweg genomen. En dan rijd ik hier over dat viaduct. En dan is dit het herkenningspunt wat ik zie, zeg maar. Dan weet ik, ik ben er bijna, ja. Bij Kop. Het is dus voor jou een hele handige baken. Maar wat, je hebt hem genomineerd. Dus ook omdat je het mooi vindt, neem ik aan. Toch niet alleen omdat het een baken is? Nee. De reden dat ik hem heb genomineerd is omdat ik denk dat veel mensen uit Breda niet eens weten dat deze er staat. Hij staat heel erg verstopt. Je kan het natuurlijk ook bijna niet bereiken. Je moet over het terrein van Van Puyvelink om hier te komen. Dus voor het eerst dat ik nu zo dichtbij sta. Dus ja, ik vind het wel eigenlijk heel tof om nu gewoon onder dat ding te staan in plaats van alleen maar van een afstandje voorbij te rijden. Valt hij mee? Valt hij tegen? Nou, ik vind hem eigenlijk mooier. Nu ik, ja, van een afstandje blijft het toch een rare stang met een ding, met een blaadje, met een. Maar hier, vanaf hier zie je heel goed dat het echt een papierprikker is. Een soort recht op je doel afgaan, zeg maar. Dat vind ik een mooie metafoor als ik hier naar kijk. Van, we gaan er gewoon voor. Tjak, zo, hop, doorheen. Ja, precies. Ben je nou niet nieuwsgierig wat er nou staat op dat papier? Ik ook, ik moet ergens een verrekijker vandaan halen of zo. Ja. Aha, als het goed is. Yes! Kijk, Arina, dit is. Dit is hem. Een exemplaar, ja. Ja. Maar dan van dichtbij. Maar dan van dichtbij. Dus nu kunnen we eindelijk zien wat erop staat. Ah. Van Bullenboer tot recyclekoning. Broers van Puyvelink handelen wereldwijd in oud papier. Ja, dat is big business. Wow, maar dit is helemaal met de hand erop gedaan, joh. En het is knap gedaan. Want hij is wel heel mooi. Ik weet niet waar het van gemaakt is. De indruk gewekt alsof het papier is. Want dat is niet zo eenvoudig. Moet je kijken, met die deukjes erin. Ja, precies. Als je van achter kijkt, zie je ook. De achterkant. Ook een tekst. Ook een tekst, ja. Wat een werk, man. Volgens mij is dit dezelfde tekst. Ja, dezelfde tekst aan de achterkant. De papierprikker door jou genomineerd. Mag ik vragen om de sticker erop aan te brengen? Gaan we regelen. En heb je ook een favoriet kunstwerk wat je wilt nomineren? Doe dat, want dit weekend staan de lijnen nog open. Dus geef het aan op straatkunstprijs.nl. En wie weet zit hij dan uiteindelijk in de finale. En dat gaan we volgende week zien. Want dan gaat de jury bepalen welke 8 finalisten doorgaan. En misschien zit de papierprikker er ook bij. En volgende week ga ik weer naar een heel ander Brabants landschap met het favoriete kunstwerk van Pieter Bouwman. Tot dan! Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 25 september kun je op BrabantseStraatkunstprijs.nl jouw favoriete kunstwerk nomineren. Kijk dus goed om je heen, ga naar de website
of gebruik de gratis Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.